Hoor je wel algemeen. Dankjewel. Ik loop er elke keer met bewondering naar te kijken. En ik had mijn dak open. Maar als je hard genoeg rijdt, waait de regen eroverheen, dus dan blijf je droog. Als je trouwe kijker bent van deze vlog of mij een beetje volgt, dan weet je dat ik deze auto heb. De Ford Mustang. Ik ben er heel blij mee, ik ben er heel trots op. Maar het is natuurlijk wel een benzineslurper. En ik krijg de laatste tijd best wel wat uitnodigingen om elektrische auto's te proberen. Dat heb ik ook een paar keer gedaan. Ik weet niet of ik die beelden ooit op YouTube heb gezet. Anders dan krijg je nu een blokje met hoe ik in een Tesla race op het circuit. We zitten in de Tesla Model 3. Circuitmodus is ingeschakeld. Ik heb het circuit voor me. En mag ik rijden nu? Ga je gang. Oké. Okay. Hup, gas geven. Dat is niet normaal. Oh, ik heb een boost. Ja hoor. Maar je gaat toch niet winnen? Dat kan niet de eerste keer. Oké, okay, kom op. Even iets handen. Even een boost of zo. Ik heb even een boost nodig. Ah, bam! Op zijn bek. Nee, mijn hele race in de kloten. Wow, ding. Dat is alsof je wordt afgeschoten in die achtbaan, joh. Gewoon meteen. Huppatee. Oh, de zon. Ik zie je. Holy kut. Oh, dit is lekker, jongen. Hoe hard gaan we? Hoppa, 100. Oh. Ze zullen wel denken, wie hebben nou die auto gezet? We gaan nu naar de volgende stap. Even mooie shotjes maken, zoals we dat altijd doen. Maar daar heb ik iets voor bedacht. We zitten nu achterin een Model S. Met de klep open. En dan gaan we dus zo over het circuit, terwijl ik zo... Of wij. Hallo. Hallo. Zou die auto's kunnen filmen? Rein. Wat zit jij te doen? Ik heb me even mijn haar aan het groeien. Maar het heeft geen zin door de wind. Just chilling, you know. Rein! Hey jongen! Is goed? Gezelligheid, hè? Ja, als dit geen mooie shotjes zijn... Kijk, ik doe alles voor die vlog, hè? Jij hebt het door. Ik waag mijn leven gewoon hier. Rein, die zit er nog steeds als koningin Beatrix gewoon zo. Beetje als de paus. Maf, Kees. Ik voel ook de paus. De paus van nu. Dit is wel mooi, ook met het licht. Dit zo, ken je dat? Ja, joh. Just chillin. Ja, dus elke keer als ik in een elektrische auto zit, denk ik toch... Het rijdt lekker, het is comfortabel. Ik heb last van range anxiety, dat je bang bent dat je leeg komt te staan en dat het moeilijk is om bij te laden. En dat de range te kort is. Dus ik vind het voor heel veel mogelijkheden heel leuk, maar ik wil mijn Mustang nog niet opgeven. Ik kreeg een mailtje van Ford en die hebben een nieuwe Mustang uitgebracht. En mijn eerste reactie was, misschien een beetje overdreven, maar dit is heiligschennis. Dit is hem dan, de toekomst, de nieuwe Mustang. En ik moet zeggen, zoals het altijd gaat, ik neem mijn woorden terug wat ik net zei. Maar het is gewoon een hele andere auto, het is niet te vergelijken. Ik vind nog wel een beetje wennen, de naam Mustang, op deze auto. Is vloeken in de kerk, het blijft zo. Ik ga zo meteen een stukje rijden, misschien dat dat me nog meer overtuigt. Maar als je even loskijkt van dat het geen sportwagen is, maar een ja, SUV met een coupé-lijn-achtig ding, maar dan iets lager en sportiever. Ja, als je gewoon daar zo naar kijkt, is het volgens mij een hele mooie, hele snelle, hele dikke auto. Ze hebben net een beetje uitgelegd wat hij allemaal kan. Nou ja, alles zit erop. Het is een auto van nu en van de toekomst.
zou je kunnen zeggen. En even gewoon vergeten dat het een Mustang is. Is hij echt wel mooi. En als dit nog niet genoeg is, staat er buiten nog iets wat misschien zelfs de mensen die nu nog niet overtuigd zijn, echt wel kan overtuigen. Ja, kijk, dan hebben ze dus dit gedaan. 1400 pk. Hij is helemaal moddervet gemaakt. Ken Block heeft hier een video mee gemaakt. En daar kan ik wel een stukje van laten zien. Dan heb je een beetje een idee wat ze hiermee kunnen. Nou, super cool dat we deze auto hier hebben vandaag, want het is echt een primeur in Europa. Deze auto is een volledig elektrische Mach-E, maar met meer dan 1400 pk. Je hebt twee stuntrijders in Amerika, Ken Block en Vaughn Gittin Jr. Leuk om die even op te zoeken op YouTube. En Vaughn Gittin Jr. heeft een bedrijfje, RTR Vehicles heet dat, Rule the Road. En die hebben samen met Ford deze auto ontwikkeld. Ja, het is een waanzinnig ding. 7 elektromotoren. Het rubber vliegt van de banden als je daar vol gas geeft. Het is echt waanzinnig. Maar met deze mogen we nu niet mee rijden. Nee, helaas. Wat ze dus geregeld hebben, is dat we een parkeergarageverdieping helemaal voor onszelf hebben. Dat zie je niet vaak. Maar wat we dus hiermee kunnen is even die snelheid testen. Even voelen hoe hard het nou gaat. We weten natuurlijk elektrisch, dat gaat hard. Het is een Mustang, hij moet zijn naam eer aan doen. Dus ik verwacht wel wat. Ja, untamed. Ja, als het goed is wel. Hij moet untamed. Ongetemd. De Mustang is natuurlijk een wild paard. Oh. Ja. Dat is waar de naam vandaan komt. En dan untamed hebben ze wel leuk. Vol gas. Deze was wel. Dan bij staat, dan moet ik toch wel even eerlijk zeggen, het is wel een vet ding. Het is wel wat anders dan de sportieve versie, maar daar hebben we het al over gehad. Het is een Mustang, er zal uiteindelijk over een paar jaar ook gewoon weer een sportieve Mustang komen. Het is een soort nieuw merk van Ford en dan heb je deze en de sportieve en het is een waardig lid van de Mustang familie, als ik het zo mag zeggen. Hij is snel, alles zit erop en eraan, hij ziet er ook nog echt dik uit.